Wie van jullie is wel eens in Zuid-Afrika geweest? Heb je in een winkel ook wel eens wat gekocht in Zuid-Afrika? Wat zegt die juffrouw achter de toonbank dan, of die meneer? Wat zoek jij? Wat zoek jij, Afrikaans? Dat betekent, wat wil je graag? Wat begeer je? Zo is dat woord zoeken bedoeld in zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dus niet een zoeken van iets wat je kwijt bent, maar iets wat je begeert. Wat zoek jij in deze wereld? Zoek jij het koninkrijk van God in de toekomende wereld? En de gerechtigheid van dat koninkrijk, zeg maar de leer van Christus, hoe wij in dat koninkrijk Gods straks terecht kunnen komen. Want wie het koninkrijk van God in 2023 en later zoekt, althans voor de wederkomst van Christus, die zal straks zich midden in dat koninkrijk bevinden. Want hier geldt, zoekt en gij zult vinden. Zoals het altijd geldt. Want zijn woorden van de Heer Jezus, die zijn goud, meer dan goud waard. Dus als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, dan heeft hij dus zijn toekomstige koninkrijk op het oog. Je zult zeggen, maar het koninkrijk Gods is toch al gekomen? Ja, we lezen inderdaad in Lucas 17, vers 21, dat de Heer Jezus te midden van een groep mensen staat. En dan zegt hij, het koninkrijk Gods is midden onder uw lieden. En hij keek ze allemaal aan. Sommigen zullen het begrepen hebben dat hij zichzelf bedoelde, de koning. Met zijn komst op aarde is het koninkrijk Gods op aarde gekomen. Maar niet met uiterlijke waarneming, uiterlijk gelaat, zoals de Statenvertalers zeggen, dus verborgen, in de gemeenten van Christus, waar de kinderen van het koninkrijk wonen, leven. Daar is dat koninkrijk in zekere zin aanwezig, maar straks komt dat met uiterlijk gelaat, met uiterlijke waarneming en zal de hele wereld bedekken. Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dat is de leer van Christus, die straks ook wereldwijd de wereld zal bedekken, gelijk nu de oceanen de bodem bedekken, zo zal straks de gerechtigheid van Christus de wereld bedekken. En wij leven toe naar dat koninkrijk. Wij zoeken het, toch? We begeren het dus. Dat koninkrijk der hemelen, oftewel het koninkrijk Gods, is niet de hemel. Want de Joodse uitdrukking, koninkrijk der hemelen, koninkrijk Gods, betekent het toekomstige koninkrijk van God op aarde. Denk aan de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 5, vers 5. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Het koninkrijk Gods komt op aarde met de wederkomst van Christus en de opstanding uit de doden, komt dat koninkrijk Gods op aarde. Dat betekent dat als de discipelen aan Jezus vragen, zult ge in deze tijd het koninkrijk Gods oprichten? En Jezus zegt, het komt u niet toe de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Dan was dat geen domme vraag van de discipelen. Want ze hadden 40 dagen na de opstanding van Christus met de Heer Jezus gesproken over dat koninkrijk, zo staat er in Handelingen 1. Dat was een hele goede vraag, alleen ze waren te vroeg. Wij weten inmiddels dat het al bijna 2000 jaar geleden is dat Jezus dat zei. Maar het komt wel op aarde. Vandaar dat de Heer Jezus ook in het allervolmaakste gebed ons leert om te bidden, uw koninkrijk komen. Dat zouden we niet hoeven te bidden als het al op aarde was. Of al in de hemel was. Het koninkrijk Gods komt straks op aarde. Het is het hoofdthema in de evangelie. Wisten jullie dat het woord zaligheid en zalig maar 49 keer voorkomt?
Maar het woord koninkrijk gods of koninkrijk der hemelen 102 keer. 2 keer zoveel. De eerste preek van de Heer Jezus was: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk gods is nabijgekomen. Hoofdthema in alle evangeliën. Dus het koninkrijk gods is al aanwezig door Christus' komst. En in de gemeente, de kinderen van het koninkrijk, en het komt nog straks, reeds nog niet. Dat zullen jullie al meer gehoord hebben in jullie eigen gemeentes. Als ik dat zo zeg, dan mag ik niet onvermeld laten dat Calvijn bij deze tekst zoekt eerst het koninkrijk gods iets toevoegt. Liever gezegd, hij haalt de toevoeging uit Lucas aan. Lucas 12, vers 32. Daar staat: vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Dat kleinkuddeke, dat is een hele tere uitdrukking. Dat woord in de grondtaal is pneumion, micron, klein, kuddeke. Je moet het proeven. De liefde van Christus voor zijn volk. Die liefde dieper dan de oceaan, zachter dan een zucht. Heerlijker en groter als we ons ooit zullen kunnen voorstellen. In deze wereld althans. En dan zegt Calvijn bij deze tekst: wij zijn aangenomen tot erfgenamen van zijn rijk. Erfgenamen. Woord wat Paulus ook gebruikt in zijn brieven. En Petrus niet te vergeten in zijn brief. Als die zegt: geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote genade, goede tierenheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Gaat het over dat koninkrijk. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Drie woorden waar ik vroeger vaak over struikelde als ik de Bijbel voorlas in het gezin. En nu gaat het in één keer goed, geloof ik. Dus die erfenis, zegt Petrus, dat is het doel van de wedergeboorte. God wil zijn volk straks het aardrijk laten werven. Bij de wedergeboorte van de wereld. Want zo spreekt Jezus in Matteüs 19, vers 28, over de wedergeboorte van de wereld. Dus de wedergeboorte in geestelijke zin krijgt straks een tastbare, zichtbare realiteit. Daarmee gewapend met deze kennis gaan we naar vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en roest ze verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven en stelen. Het woord schat betekent eigenlijk hemelse voorraad, om zijn eenvoudigst gezegd. Dus maak een hemelse voorraad. Matthew Henry zegt bij deze tekst: ongetwijfeld wordt hier bedoeld de heerlijke vergelding van geloof en getrouwheid in de toekomende wereld. Dus de vergelding, het loon op getrouw, geloof in Christus, getrouw blijven aan hem in de komende wereld. Immers, zalig zijn de doden die in de Heere sterven en hun werken volgen hen. Dat zijn de goede werken des geloofs. Dat zijn niet de werken in Rooms-Katholieke zin waardoor we de hemel kunnen verdienen en straks het koninkrijk gods kunnen verdienen op de aarde. Dat zijn de werken die gedaan worden als vrucht van het geloof. Zoals dat ook in de catechismus wordt uitgelegd. Die goede werken van het geloof, dat is
die voorraad. De werken van het geloof worden met eerbied gezegd in een hemelse databank opgeslagen. God weet precies welke werken wij doen of nalaten. Een prachtige tekst die dat illustreert is in Spreuken 19, vers 17 ons gegeven. Daar staat: wie zich ontfermt over de armen, leent aan de Heere. Dus als jij die allochtonen ziet en je geeft hen, omdat ze in hun armoede niet altijd het hoofd boven water kunnen houden, dan leen je met dat geldbedrag of dat goed wat je geeft aan de Heere. En de Heere geeft wat jij geleend hebt straks aan je terug. We krijgen hetgeen we geleend hebben aan de Heere terug als loon op onze arbeid. Dat is niet alleen een gift geven, maar ook een geestelijke gift geven die beloond wordt. Jezus zegt: hebt u vijanden lief en doet goed en leent zonder iets terug te hopen, en uw loon zal groot zijn. Dus er is blijkbaar groot loon en minder groot loon. De fariseeën en de schriftgeleerden, daarvan zegt Jezus, die hebben een loon weg, die krijgen geen loon. Die gaan dat koninkrijk niet binnen, omdat ze niet geloofden in Jezus. Maar voor zijn kind, wat leeft met Christus, wandelt met hem, en dus ook de gestalte van Christus laat zien, het beeld van hem, ja, die kan niet anders dan geven. Geven en nog eens geven. Paulus' afscheidswoord van de kerkraad van Efeze was niet broeders sterkte of God zegen toegewenst, maar het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat is een kind van God. Ben jij dat ook? Heb je al ontdekt dat je van geven rijker wordt? Een rijkdom die in de hemelse voorraadkamer bewaard wordt. Petrus zegt: die erfenis wordt bewaard in de hemelen. Om uitgekeerd te worden op de dag der dagen als Jezus terugkeert en de opstanding in de doden plaatsvindt. Over duurzaamheid gesproken. Een eeuwige erfenis, leert de Bijbel ons. En die zal worden uitgereikt bij de transformatie van ons lichaam. De overgang in het nieuwe opstandingslichaam. Die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Tijdens de transitie, de grote transitie van de wereld. De wereld zoals die nu is, gaat voorbij. De wedergeboorte van de nieuwe wereld wordt ingeluid door de bazuin die zal slaan op die dag. Hashofar Hakadol, zeggen de Joden, de grote bazuin. Dan zal die grote verandering plaatsvinden. En dat betekent eindelijk rust. Want als Hebreeën 4, vers 9 zegt, er blijft dan een rust over voor het volk van God, gaat het over dat koninkrijk? Gaat het over de toekomende wereld, zoals Jezus het ook wel noemt, de toekomende wereld? De sabbatsrust van de wereldgeschiedenis, die dan aanbreekt bij de wederkomst van Christus. Blij voor uitzicht dat ons streelt. Ontwaakt in een nieuw lichaam zijn lof te ontvouwen en hem in gerechtigheid aanschouwen, zonder zonde, zonder angst, zonder vrees voor de wereld, de duivel en voor ons eigen vlees. Geheel rein, geheel heilig.
Je zou kunnen zeggen, als we denken aan die schatten, ons zal een schat aan zegeningen in Jezus ten erfdeel zijn. Laat dat eens tot je doordringen. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is mijn toekomstplaatje? Waar zoek ik naar? Wat begeer ik? Wat verlang ik? De schatten van deze wereld of die schat aan zegeningen die ons straks ten erfdeel zal zijn? Wat is die schat aan zegeningen die ons straks ten erfdeel zal zijn? In de eerste plaats het opstandingslichaam. De kroon des levens. Jullie weten waarschijnlijk wel dat het woord kroon in de grondtekst betekent corona. En corona is stralenkrans. Dat opstandingslichaam, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, zal een heerlijk lichaam zijn. Dat zal stralen. Gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van Christus. Dat is een van die schatten die ons worden aangereikt bij de wederkomst van Christus in de eerste opstanding. En dan gaat de Heer Jezus in Lucas 19 uitleggen in de gelijkenis van de ponden, dat de wijze waarop wij de werken van het geloof hier doen, de goede werken dus, dat gevolgen heeft voor de toekomst. De een wordt gesteld over 5 steden om straks over te regeren, en de ander over 10. Want Openbaring 20 leert ons dat na de wederkomst van Christus Gods kinderen op die aarde, die hun erfenis is, als koningen zullen regeren. Als koningen zullen regeren. Wat een toekomst. Wat een erfdeel wacht ons. Paulus zegt in de Korinthe gemeente waar ze grote ruzie maakten over ik ben van Petrus, ik ben van Apollos, ik ben van Cephas. Gij zijt van Christus en alles is van u. En Openbaring 21, u zult alles beërven. Met andere woorden, ons wacht een schat, schatten aan zegeningen in dat koninkrijk. In dat koninkrijk van gerechtigheid. En dat heersen met Christus legt Paulus in 1 Korinthe 6, vers 2 en 3 ook heel bijzonder uit. Misschien is die tekst jullie nooit opgevallen. Maar in Korinthe zijn een hoop problemen, onderling ook. De een wil naar de rechter stappen om uitspraak te krijgen in een geschil, in een ruzie die ze hebben. En dan zegt Paulus, weet gij dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen. En het volgende vers. Weet gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? Een van die schatten is dat verbazingwekkende intellect en wijsheid die Gods kinderen zullen ontvangen om straks de wereld te kunnen oordelen en de engelenwereld te kunnen oordelen. Dat is niet zomaar wat. Ze zullen met Christus heersen. Die jonge man Timotheus, misschien iets ouder als de gemiddelde die hier vanavond zit, die kreeg te horen van Paulus, het is moeilijk in het leven, Timotheus, zeker. Het is een strijd. Het is een strijd, jongen. Strijd om in te gaan, hè? In dat koninkrijk. Het is de moeite waard om daarvoor te strijden. En indien je nu verdraagt, Timotheus, dan zul je straks met hem heersen. Dan zul je straks met hem heersen. Het zijn verbazingwekkende schatten. Jesaja 11 wordt ons verteld over het herstel van de natuur. De wolf zal met het lam verkeren, de koe en de berin zullen te samen weiden. De taak van Gods kinderen zal zijn om hier leiding aan te geven. Ze zullen met Christus regeren, van zee, tot aan de einden der aarde. Dat mogen jullie in het vervolg van je leven denken bij dat woord schatten.
Dus we gaan niet voor vodde en schroot. Dat is kleding die vodde wordt. En metaal dat verroest. Mot en roest, noemt de Jezus hier. We gaan niet voor vodde en schroot. Maar we gaan voor een koninkrijk. Mijn vraag aan jullie is, zoek je dat? Mag ik misschien anders zeggen? Waarover ben je het meest bezorgd? Of je daar terecht zal komen of niet, of voor iets anders? Want waar je het meest bezorgd voor bent, daar ligt ook je schat. Of je bent bezorgd over die hemelse voorraad, die we door genade mogen aanvullen als de Heilige Geest ons de werken van het geloof leert. Of we zijn bezorgd over onze aardse voorraden, variërend van onze kleding, bijvoorbeeld wat Jezus hier noemt, of misschien iets anders. Misschien worstelen we met jaloezie. Misschien worstelen we met angst om iets te verliezen. Zijn we bezorgd bijvoorbeeld, om een simpel voorbeeld te noemen, over het verlies van onze smartphone als over het verlies van onze Bijbel? Wat zouden we erger vinden? Zijn we jaloers op andere mensen omdat die knapper zijn dan wij? Een afgetraind lichaam hebben? Of in de betere auto rijden? Waar zijn we met onze gedachtenwereld mee bezig? Waar zijn we het meest bezorgd over? Dan ligt daar ons hart. Er is een rabbijn geweest die heeft gezegd, bezorgdheid is angst, rusteloosheid. Er blijft een rust over voor het volk van God straks, maar hier mag het al voorbeleefd worden. Rusten in God. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn. Dat woord boos is poneros in de Griekse taal, de grondtaal. Dat herkennen wij van porno. Hoeveel jongeren zijn in onze dagen niet volop bezig met dit kwaad? Hoeveel volwassenen zijn in onze dagen niet volop bezig met dit kwaad? Hun ogen, zegt de Heer Jezus ergens anders, zijn vol overspel. Dat is wat hij hier bedoelt met een boos oog. Dat je het boze, het kwade, vooral in je ogen wil zien. Je ogen gebruikt om gevoed te worden door dat kwaad. En hoeveel onrust brengt dat teweeg? Hoeveel angst brengt dat teweeg? Verwijdering tussen man en vrouw in het huwelijk. Verwijdering tussen een jong stel wat verkering heeft, toeleeft natuurlijk. Ik heb al redelijk vaak, gesprekken met jongeren gehad die op dit punt onderuit waren gegaan en een hele toekomst zagen vervliegen omdat ze niet meer normaal konden denken over de seksuele gemeenschap. Gevoed door poneros, de porno. Indien dan uw oog boos is, vooral het kwaad opzoekt, zal uw hele lichaam duister zijn, zegt Jezus. En als dat al duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? De duisternis die de buitenste duisternis genoemd wordt. We hoeven er niks voor te doen, jongelui, om naar de hel te gaan. Het gaat vanzelf. Er is maar één ding in je leven wat eerst mag en moet. Zoek eerst het koninkrijk Gods.
Dat wil zeggen, geef het prioriteit. Want dat brengt je in het licht. Dat brengt je in het licht. Sommige mensen zijn zo bang en zo veel bindingsangst of verlatingsangst die gevoed wordt door wat ze hebben meegemaakt, dat je vaak merkt dat die angst overheerst. En dat is zomaar gekoppeld ook aan de toekomst, aan de dag des oordeels. Mensen die bang zijn voor de wederkomst van Christus. Ja, zegt onze artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat zal een verschrikkelijke dag zijn voor alle goddelozen. Maar een dag zeer troostrijk voor alle gelovigen en uitverkorenen. Daar hebben we te weinig over. Al heb je maar een geloof als een mosterdzaadje. Al ben je niet verder gekomen als de vader van een maanzieke knaap. Heer, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te helpen. Ga dan naar die dag uitzien, zoals onze geloofsbelijdenis zegt, met een zeer groot verlangen. Want de angst heeft te maken met bezorgdheid. Het is heel opmerkelijk dat het woord in de grondtekst, bezorgd, is afgeleid van woorden die betekenen verdelen. Als je erg bezorgd over bent, kun je niet meer concentreren op het koninkrijk van God. Dan ga je je aandacht verdelen. Ik moet voor mijn geld zorgen, ik moet zorgen voor mijn kleding, ik moet zorgen voor mijn relaties, ik moet zorgen voor mijn sociale contacten via de media enzovoorts. Je aandacht wordt te veel verdeeld. En dat veroorzaakt die angstige, ongeruste bezorgdheid. Een van de grootste boosdoeners is de mammon, de afgod van het geld. Vers 24, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt geen part-time christen zijn. Maar God roept je om fulltime christen te zijn. En dat brengt een geweldige strijd met zich mee. Want het vlees begeert tegen de geest. En Paulus die zegt zelfs, kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Dus het is niet een soort naïviteit die de Bijbel ons aanpraat. Wees maar niet bezorgd, komt allemaal goed. Het is een hele strijd. Wat denk je dat het voor de discipelen geweest is, die 11 aangevuld door een 12e na de Pinksterdag? Of voor de Pinksterdag, ja. Ze moesten de wereld intrekken. Ze hadden geen huisvesting, ze hadden geen inkomen, ze hadden geen plan. Wat was er wel? Ze moesten Jezus navolgen, die geen enkel bezit had, alleen de kleding die hij aan had. Die geen huis had. De vossen hebben holen, maar de zoon des mensen niet. Ze moesten Jezus navolgen, die nooit een sponsorbeweging heeft opgericht om zijn werk te steunen. En ook de discipelen hebben dat niet gedaan. Dat was geen naïviteit toen ze deze woorden van de Heer Jezus ter harte namen en de grens overstaken in Israël om het Arabische land binnen te gaan. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je toegeworpen worden. Kun je je voorstellen wat een geloofszaak dat geweest is? En is dat een onbereikbaar geloof? Nee. Maar omdat onze aandacht te veel verdeeld is geraakt, komt het niet meer binnen, lijkt het wel, of althans moeizamer binnen. En omdat de mammon ons ook zo vaak te pakken neemt, is er iets wat tussen God en ons inschuift. Want dat noem ik altijd afgoderij. Iets wat tussen God en jou inschuift.
waardoor je geen helder zicht meer hebt op de Here en op zijn koninkrijk. Daarom zeg ik u, vers 25, zijt niet bezorgd voor uw leven wat ge eten of wat ge drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat ze niet zaaien nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Ja, want die vogels die vergaan. En die kleding die vergaat, die raven, die vergaan. Het gras vergaat, maar de mensen niet. En wie in Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Jezus zegt niet, dat krijg je, dan heb je het. Het hebben van het eeuwige leven hebben we in Christus, in de verbondenheid met hem. Dan is ook God onze Vader. En als God onze Vader is, dan mogen we zeggen, Vader, ik geloof dat ik als eerste in mijn leven het koninkrijk van God verlang en begeer en daarna zoek. Dat u alle andere dingen mij zult toewerpen. Ik voel het niet, maar ik geloof het. Maar mijn gevoel zegt soms iets heel anders. Mijn gevoel is vaak bezorgd. En mijn aandacht is daardoor verdeeld. Over u, uw dienst op de zondag en door de week in de Bijbel lezen en in zo'n conferentie als we hier hebben. En de dingen van deze wereld. De begeerlijkheid der ogen, de grootsheid van het leven. Wij zijn niet als de vogels, wij zijn niet als de bloemen, als de leliën, als het gras dat vergaat, want wij die geloven hebben het eeuwige leven. Wat een verschil. Vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Er is verschil van mening over de uitleg. De een zegt, een el is 45 centimeter. En daarmee bedoelt de Heer Jezus 45 centimeter groeien, langer worden, de lengte in de zin van je lichaamslengte. En de andere uitleggers zeggen, nee, dat kan hier niet de bedoeling zijn. De Heer Jezus bedoelt te zeggen, wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn levenslengte toedoen. Zeg maar 45 dagen of 45 maanden. Ik denk dat die laatste uitleg in het verband het beste past. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn levenslengte toedoen. Je wilt niet weten wat in Nederland uitgegeven wordt aan cosmetica, de medische sector, die enorme sommen moet besteden aan het verfraaien van ons uiterlijk. Het proberen om langer te leven, om het ouder worden proces tegen te gaan. Ik weet niet of het klopt, dat cijfer, maar ik las dat een Nederlandse vrouw die nogal bezig is met opmaak in haar leven zo'n 280.000 euro eraan uitgeeft. Het lijkt een overdreven cijfer, maar misschien is het ook wel waar. Het is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk voor ons dat we gezond ouder worden. En steeds beter, steeds beter. Jezus zegt, waar ben je mee bezig? Hoe kun je met bezorgde zijn een el aan je leven toevoegen? Je hemelse Vader, die weet al van jou. Die voedt je en onderhoudt je leven. Die stelt je in het vooruitzicht van zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid. Dan vers 28, en wat zijt ge bezorgd voor de kleding, aanmerkt de leden in des velds, hoe ze groeien, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u,
dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk één van deze. Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus is rust. Is rusten in de belofte die hij geeft. Ik ben met u al de dagen. Ook de dagen waarin je depressief bent. Of dreigt te worden. De dagen van angst en vrees. Hoe moet het toch in mijn leven? Ik ben met u. Dan is succes op je werk een sprankelende geest, een flitsend voorkomen, toch niet belangrijk meer. Oh ja, we moeten onszelf verzorgen, dat is zeker zo. Maar dat is het toch niet meer. Het gaat er toch om dat we, zoals Jacobus zegt, rijk in God worden. En rijk in God wil zeggen, rijk in die God die van mijn tranen weet en van mijn pijn, maar ook van die werken van het geloof, die ik meestal in stilte doe. Al is het alleen maar de voorbeden voor de man of vrouw, jongen of meisje die in de ambulance wordt vervoerd, die langs mij heen rijdt. O God, red hen die ten dode wankelen. Al is het alleen maar die beker koud water die ik geef. Die paar euro aan die zwerveler bij de ingang van de Albert Heijn. De Heer Jezus heeft gezegd dat je voor een beker koud water die je geeft in dit leven straks een volle maat zal terugkrijgen. Het lijkt erop dat investeringen in dat koninkrijk een absoluut rendement hebben. De wereld zegt, denk erom, investeringen in de toekomst bieden geen zekerheid van een absoluut rendement. Met eerbied gezegd, de investeringen die we doen door een navolger van Christus, door zijn genade, de werken van het geloof te doen, bieden absoluut rendement. Je moet voor de aardigheid maar eens in de aankomende week alle teksten gaan opzoeken over het loon in de evangelie. Je zult verbaasd staan. De Heer Jezus noemt die volle maat die we straks zullen krijgen. En die wil daarmee uitdrukken, wat we nu doen, al is het toch zo gering, dat leen je aan mij en je krijgt dat straks met de rente terug. Wat zijn we dan bezorgd over ons eigen uiterlijk? Salomo is niet zo mooi als al de bloemen van het veld, zegt Jezus. Zijn kleding, hoe schitterend ook, haalt het niet bij de leliën die groeien in de vlakte van Sharon. Kleingelovigen, vers 30. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer bekleden. Gij kleingelovigen. En als dat zo is, moet je dan nog bezorgd maken, vers 31, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Spurgeon die wijst erop, dat brengt geen schat in de hemel teweeg. En zegt Spurgeon, als je een schat hebt, dat is niet alleen geweldig dat je een schat hebt, maar je moet hem ook op de goede plaats opbergen. Het is niet alleen belangrijk een schat op te bergen, maar dan ook op de juiste plaats, zegt hij letterlijk. Zorg ervoor dat je die schatten van de werken van het geloof opbergt in de hemel. Daar zijn ze wel bewaard. Zoals Petrus zegt, in de hemel bewaard wordt. Om geopenbaard te worden
in de laatste tijd. En als we het dan toch over Spurgeon hebben, die zegt bij vers 34 ook iets moois. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Dan denkt hij aan de bezorgdheid van oudere mensen zoals ik, voor ziekte die voorafgaat aan de dood, terminale fase. De angst voor de dood, die toch ook onder jongeren kan leven, gezien het feit dat er nogal wat jongeren zijn die hulp nodig hebben in hun psychische zwakheid of zelfs suïcidaal zijn. Angst. Dat kan die angstige bezorgdheid steeds groter maken. Spurgeon zegt, moeten we nou angst voor de dood hebben, geliefde broeder? Er is een groter gevaar dan de dood. Het goede leven. Hij bedoelt het zogenaamd goede leven. Opgaat in je comfort, in je geld, in je goed, in je aanzien, je status, je profiel. Dat is een groter gevaar, zegt hij, dan de dood. Want voor Spurgeon was de dood geen cipier die hem gevangen ging nemen, maar een portier die hem door ging laten. De raad van Ager is nog steeds een goede raad. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. En voor straks, mijn advies is, investeer in wat je na je dood zult aantreffen. Investeer wat zelfs na je dood zijn waarde behoudt. De liefde, barmhartigheid. Niet veroordelend zijn ten opzichte van de mensen om je heen. Geven en geven. Investeer daarin. Christus heeft nameloos geleden aan het kruis. Met geen enkele aardse pen te beschrijven. En is opgestaan uit de doden. En Petrus zegt, we zijn wedergeboren door de opstanding uit de doden van Christus tot een levende hoop. Daarmee bedoelt hij dat koninkrijk, de erfenis. De behaalde resultaten van het verleden bieden in de wereld geen garantie voor de toekomst. Maar met eerbied gezegd, de behaalde resultaten van Christus volbrachte werk in het verleden bieden een absolute garantie voor de toekomst. Want, zegt Paulus, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil, daar zitten jullie, om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was. Opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. Hoe rijk? De koning te rijk in zijn koninkrijk. Ik heb gezegd.